Goedendag, mooi tafereel vanuit Den Helder. Deze woensdag aan het strand, heerlijk weer, veel zon. Wat wolkenvelden in het noorden kunnen we ook mooi zien, maar een prachtige dag. En stranddagen, de komende tijd zullen we die echt wel vaker gaan krijgen, want we zitten over het algemeen best wel aan de warme kant. Op de satellietfoto kunnen we ook mooi zien dat deze woensdag Nederland er mooi bij ligt. Nauwelijks bewolking boven ons land. In Frankrijk is dat wel anders. Daar is veel onstabiliteit aanwezig. Ook Spanje en Portugal, daar zien we veel onstabiliteit. En die onstabiliteit die komt geleidelijk aan wel onze kant op. Ik kan u dat mooi laten zien op basis van het zogenaamde 500 hectopascal patroon. Dat is op zo'n 5 kilometer hoogte. En dat is vaak sturend voor het weerbeeld dat wij hebben in ons land. En wat zien we dan? Dan zien we boven Spanje en Portugal een lage drukgebied in de bovenlucht liggen met wat koude lucht erin. We zien ook koude lucht ten zuidwesten van IJsland. Dat komt langzaam maar zeker onze kant op. En Nederland op dat moment in een vrij rustig gebied met zelfs een uitloper van een hoge drukgebied in de bovenlucht. Een rugas, zoals we dat noemen. En dat zorgt dan voor dat wat rustigere weer. Maar dat patroon dat gaat wel veranderen. Ik zal de animatie in beweging zetten. En dan kunnen we heel mooi zien dat die koude lucht vanuit het noorden eigenlijk samen gaat komen met dat koude plukje in het zuiden. En dat leidt ertoe dat wij in het bovenluchtpatroon een zuidelijke stroming gaan krijgen. Ook aan de grond zal de stroming overheersend zuidelijk zijn, zuid-zuidwest. Maar bovenin wel wat koudere lucht. En dat wordt nog wat duidelijker als ik de animatie verder aanzet. Want dan zien we dat dat lage drukgebied heel duidelijk een prominente positie gaat innemen boven het Verenigd Koninkrijk en de oceaan. En die lage temperaturen in de bovenlucht die zorgen ervoor dat het ook onstabiel kan worden. Als je hoge temperaturen aan de grond hebt en lage temperaturen bovenin, dan krijg je een onstabiele opbouw in de atmosfeer en kunnen buien makkelijk tot ontwikkeling komen. We zitten inmiddels al op de zaterdag. Ik zet de animatie nog even aan. En dan zien we dat dat lage drukgebied hier maar aanwezig blijft. Dat komt zelfs met wat kou zelfs nog over Nederland heen. Begin volgende week kan dat misschien nog wel tot extra buienactiviteit leiden. En woensdag is die pluk nog steeds aanwezig, met wel heel duidelijk die zuid-zuidwestelijke stroming bij ons aan de grond. En dat betekent dat die temperaturen aan de grond ook best hoog kunnen worden van tijd tot tijd. En dan moet je echt aan zomerse waarden denken en soms zelfs wel uitschieters richting tropische waarden, zeker in de zuidelijke helft van het land. Maar die onstabiliteit dus ook. En dat betekent van tijd tot tijd buien. We gaan weer even terug naar de kaart voor vanmiddag, woensdagmiddag. Dat hoge drukgebied, die uitloper is duidelijk zichtbaar. Van buien is in ons land geen sprake, hebben we geen last van. Maar donderdag, later op de dag, misschien in het zuiden al een bui. En vrijdag komen er ook wat buien. En dan in het weekeinde kan er zo af en toe ook eens buien tot ontwikkeling gaan komen. En dat gaat eigenlijk volgende week ook gewoon door. Dus weliswaar wisselvallig met hier en daar een paar stevige buien. En dat past helemaal in dat bovenluchtpatroon en die aanvoer van warme lucht in het zuiden. En dan zijn er ook weer dagen bij dat het stralend weer gaat worden. Het ziet er zelfs naar uit dat in de tweede helft van volgende week die temperaturen weer echt omhoog gaan. En dat de buienkans dan ook duidelijk wat kleiner wordt. Dat zou misschien wel eens goed te maken kunnen hebben met het kaartje wat we hier zien in de nacht van dinsdag op woensdag. Een hoge drukgebied boven Duitsland met een uitloper richting onze omgeving. En dat zorgt natuurlijk dan weer voor stabilisatie. Dan zou deze storing op afstand gehouden moeten worden. Laten we maar eens naar een weerpluim gaan kijken voor Midden-Nederland. En het patroon wat we daarin zien, dat zien we ook voor het noorden en het zuiden. Alleen voor het noorden is het net iets kouder, voor het zuiden is het net iets warmer. En wat valt dan op? Dat we toch een reeks dagen hebben waarbij de zekerheid groot is. We zien nauwelijks die donkere kleur rond de rode lijn. In de loop van volgende week wordt dat wel duidelijk zichtbaar. Hier bijvoorbeeld, zo rond die donderdag, vrijdag, dan kan het een beetje alle kanten opgaan. Dan zitten we natuurlijk alweer wat verder in de periode. Maar wat we ook zien is dat die temperatuur toch vaak zo tegen die 25 graden aan ligt. In ieder geval tussen de 20 en 25 met soms uitschieters daarboven. Bijvoorbeeld morgen donderdag, dan gaan we gewoon richting de 30 graden. In het zuidoosten van het land kan het zelfs nog wat warmer gaan worden. Nou, dat komt ook goed tot uiting in de kans op zomerse dagen. Temperaturen van 25 graden en hoger. Dat zien we natuurlijk voor morgen als het al bijna 30 graden gaat worden. Hier zien we ook die kans op die tropische dag. Dan is dat eventjes wat minder voor het midden van het land. In het zuiden is die kans echt nog wel wat groter. En dan in de loop van volgende week komt die kans op 25 graden echt wel weer terug voor het midden van het land. En dan geldt ook weer voor het zuiden van het land is die kans duidelijk groter.
Ja, dan hebben we het ook natuurlijk steeds gehad over die buien. Maar er is voldoende ruimte voor de zon zoals het er nu naar uitziet. Dit is de grafiek met de kans op zon. Nou, dan zien we dat woensdag en donderdag echt stralend weer gaat opleveren. Heel veel zon, nauwelijks bewolking. Vrijdag, dan trekt er een storing over. En dat levert wel meer bewolking en buien op. En ook in het weekeinde zal het een beetje 50-50 gaan worden met zonnige perioden en wolkenvelden. Maar dan in de loop van volgende week zien we toch ook wel weer heel veel geel terugkomen. Dat betekent dat die zon gewoon goed van de partij is. Nou, nog eventjes tot slot de neerslagkansen voor het midden van het land aangeven. En dan zien we dat die vrijdag echt wel een dag wordt met heel veel buien. Ook in het weekeinde kunnen er een aantal buien vallen. Dan wordt het weer wat droger. En dan zien we ook daarna weer dat die kans op buien weer wat toe gaat nemen. Kortom, het past allemaal bij het weerbeeld dat we voorlopig gaan zien. Warm weer met van tijd tot tijd ook een aantal stevige buien. Nog een fijne dag.